Nederlandse boeren, onze fantastische boeren. Ze combineren hun keiharde werk met duizelingwekkende innovatiekracht. Dierenwelzijn en zorg voor het milieu. We zijn nummer 1 in de wereld. De hele wereld kijkt naar onze boeren met grote bewondering. En het is ongelooflijk eigenlijk als je erbij stilzit hoe een relatief klein land als Nederland zulke prestaties weet te leveren. Je zou verwachten dat we daar trots op zijn. Je zou verwachten dat onze regering alles doet om die boeren tegemoet te komen, de ruimte te geven, te helpen, te steunen. Niets is minder waar. Keer op keer worden onze boeren door absurd strenge regelgeving gedwongen tot enorme investeringen. Die even later voor niets blijken te zijn geweest, omdat er weer nieuwe regels overheen komen. In plaats van de boeren de ruimte te geven om te doen waar ze zo goed in zijn, worden ze bekneld en getreiterd. Na de problematiek met fosfaat en nitraat is er nu een kunstmatig probleem bijgekomen. Het zogenaamde stikstofprobleem. Er heerst in de beeldvorming een bizar en geheel naast de feiten staand misverstand over stikstof. Namelijk dat het slecht zou zijn voor de natuur. Het tegenovergestelde is waar. Stikstof verrijkt de bodem met voedingsstoffen en zorgt ervoor dat planten en bomen volop kunnen groeien. Alleen bepaalde, heel specifieke plantensoorten die het goed doen op voedselarme grond, zullen bij een hoge hoeveelheid stikstof verdwijnen en plaatsmaken voor soorten die van voedselrijke grond houden. Het zorgt dus absoluut niet voor minder natuur, maar slechts voor andersoortige natuur. De echte inheemse natuur van Nederland ondertussen gedijt uitstekend bij hoge stikstofwaarden. Dat is natuur die geen beheer nodig heeft, geen subsidies en geen herstelmaatregelen. Waar heide verdwijnt als gevolg van te veel stikstof, zullen prachtige jungle-achtige gebieden verrijzen met elzen, eiken, wilgen enzovoorts. Was het niet Goethe die een prachtig gedicht schreef over de Elzenkoning? Uiteraard zijn het mensen die kunnen genieten van een mooi heidelandschap. Die mensen zijn er. Dorre grond, dat zijn de Partij voor de Dierenmensen. Maar we moeten ons afvragen of dit koste wat kost beschermd moet worden. Gewoon omdat het ooit eens zo afgesproken is. Omdat het ooit eens in een richtlijn, in een kader geplaatst is. Maar wat het ook maar het geval is, je kan dus niet beweren dat stikstof slecht is voor de natuur. De stikstofkwestie zorgt er niet alleen voor dat boeren niet meer kunnen boeren, maar ook dat bouwers niet meer kunnen bouwen. Je zou maar aan het wachten zijn op een huis of bezig zijn met de bouw van een nieuw bedrijfspand en dat een op de andere dag te horen krijgen dat dat moet worden stilgelegd. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, mevrouw de voorzitter? Al in 2014, 5 jaar geleden, stelde jurist Luc Boerema dat de paswetgeving op grond van de habitatrichtlijn van de EU onhoudbaar was. Hij adviseerde met klem om een plan B te ontwikkelen. Het kabinet heeft dit destijds onder verantwoordelijkheid van VVD-minister Kamp nooit gedaan. In mei van dit jaar heeft de Raad van State de pas dan uiteindelijk afgeschoten. En als reactie daarop heeft dit kabinet een commissie Remkes in het leven geroepen die niet zijn opdracht heeft vervuld, maar het tegenovergestelde heeft gedaan. Niet gekeken hoe we de wetgeving kunnen openbreken en hoe we juridische geitenpaadjes, of hoe Rutte dat ook alweer allemaal noemt, te vinden. Nee, integendeel, GroenLinks droom werd gerealiseerd. Alles moet overal worden teruggesnoeid. Maximum snelheid moet omlaag, de veestapel moet omlaag, de woningbouw moet omlaag, alles moet omlaag. Alles behalve de immigratie. Want VVD en CDA blijven ervoor zorgen dat die motor blijft gaan. De bevolkingsgroei moet blijven toenemen. De immigratie moet doorgaan. De druk op de woningbouw, de druk op de consumptie, de druk op de infrastructuur moet blijven groeien. En wie men pakt, dat zijn de boeren, dat zijn de hardwerkende Nederlanders. En het is een schande, mevrouw de voorzitter. We hebben te maken met een boekhoudkundig probleem. Een totaal boekhoudkundig probleem, geen milieuprobleem. Een papieren werkelijkheid waar men helemaal in is gaan geloven, waar men helemaal in is vastgedraaid. En wat gaan we doen? We gaan onze eigen mensen afknellen om de massale immigratie te laten doorgaan. Wij vragen de minister hier nog eenmaal. En we spreken hier niet alleen vanuit Forum voor Democratie, vanuit de 2 zetels die we hier in de Kamer hebben, maar ook vanuit de stem van de samenleving die, zoals in die slotscène van The Lord of the Rings, als die enten, die bomen in beweging komen.
Dat is het gevoel wat ik had bij die grote demonstratie. Het land komt in beweging. Nederland komt in beweging. Komt hier naar Den Haag toe en zegt dat het zo niet langer kan. En mede namens hen spreek ik hier tot de minister en ik zeg... die brief van 4 oktober moet van tafel. Die opschorting van alle regels die in de provincies zijn uitgevaardigd... moeten per direct worden opgeschort. Er moet met de boeren om de tafel gegaan worden... om het Duitse model in te voeren. Niet alleen maar met een vaag verzoek aan de Raad van State... maar een keiharde toezegging dat dat is wat we gaan doen. En als de minister dat niet toezegt... dan zien wij geen andere optie dan een motie van wantrouwen in te dienen in de tweede termijn. Dank u wel. De heer De Groot. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Baudet die werpt zich op als een grote beschermheer van de boeren. En we zagen dat gisteren ook op het Malieveld. Maar de oplossing is toch een muur om Nederland. En die muur heeft tot gevolg dat... al die consumenten die in Europa zijn, niet meer kunnen worden bereikt. Er gaat geen kilo kaas meer naar Duitsland als je een muur zet om Nederland. En wat hij ook daarmee bereikt, is dat er geen cent meer uit Brussel komt... om de door u zo geliefde boeren te ondersteunen. Dus, voorzitter, de heer Baudet doet alsof hij een hart heeft voor boeren... maar ondertussen is hij keihard voor boeren. De heer Baudet. Ja, leuk woordgrapje, in elk geval. Hart, keihard... Het is onjuist dat ik een muur om Nederland wil zetten. Het is een totale flauwekul. Wij zijn een groot voorstander van handel. We zijn een groot voorstander van internationale contacten, opereren zoals Nederland dat altijd gedaan heeft. Vanaf de VOC-tijd tot nu in het internationale krachtenveld waar wij ook ongelooflijk goed presteren. De producten die onze boeren onder andere afleveren, maar ook onze andere sectoren, die kunnen zich echt meten met de allerbeste in de wereld. Dus integendeel, geen muur om Nederland. Ik begrijp niet waar u dat malle idee vandaan heeft. De heer De Groot. Heel simpel, als je uit de Europese Unie gaat, en dat wilt u, met Mr. Nexit, dan komt er een muur om Nederland, want dan kun je niet meer exporteren. En dat is toch waar die Nederlandse landbouw, u heeft het zelf ook gezegd, zo groot in is. Maar er is nog iets. Maar dat is niet waar. Een andere pijler onder die Nederlandse landbouw is de wetenschap. We hebben echt een goed instituut, Wageningen Universiteit, en daarop is gewoon heel veel kennis en daar... om zijn onze boeren zo goed in staat om te produceren. Maar nu is er is ook wetenschap over de natuur en hoe slecht het gaat met de natuur. En hoe we omgaan met de stikstofproblematiek. Maar u veegt dat in zijn geheel van tafel. En dat vind ik nou zo vreemd. De heer Baudet. Ja, nog eenmaal dus. In of uit de Europese Unie staat volledig los van je vermogen om handel te drijven. Sterker nog... als je niet gebonden bent aan de douane-Unie, die de Europese Unie is... heb je veel meer mogelijkheden om met de rest van de wereld handel te drijven. Dus de koppeling handel-EU is gebaseerd op een volkomen onbegrip van wat de Europese Unie is. Er zijn heel veel landen in de wereld die niet in de Europese Unie zitten... waar ontzettend veel handel mee wordt gedreven. De Verenigde Staten, maar ook binnen Europa, Noorwegen, Zwitserland, IJsland. Ik heb dit ook al eens eerder aan de heer De Groot uitgelegd. Het komt niet echt, dringt niet echt door. Dus ik denk dat we maar eens een aantal exemplaren van de aanval op de natiestaat aan hem gaan doen toekomen. Misschien dat het dan in het vervolg niet meer zo vastloopt op deze echt pertinente misvatting. Handel kan met een heleboel landen. Er is een wereldwijd netwerk van de Wereldhandelsorganisatie. Er zijn ongeveer 200 natiestaten in de wereld die allemaal handel drijven met elkaar. China, noem het allemaal maar op. En de Europese Unie is een douane-Unie die landen verplicht om aan allerlei standaarden te voldoen, allerlei subsidies heen en weer te schuiven. En dat is juist een rem op onze internationale handelsambities in plaats van een facilitator daarvoor. Dan de tweede punt, of de eigenlijke vraag. Ik denk dat hier het misverstand zit in het woordje slecht. Wat de heer De Groot definieert als slecht, dat is een afwijking van iets dat wij ooit hebben besloten dat dat op een bepaalde manier eruit moest zien in Nederland. Dus slecht voor de natuur, dat wil zeggen dat het landschap wat verandert. En dat wordt dan slecht genoemd. En dan heb je allerlei activistische instituten die zich met een soort wetenschappelijk aura presenteren. En die zeggen dan van, nee, maar dat is slecht, dat is wetenschappelijk bewezen. Wat wetenschappelijk bewezen is, of nou ja,
wat men denkt. Het is nog niet helemaal 100% bewezen, maar het lijkt zo te zijn dat er een bepaalde transformatie optreedt van het landschap. Dat je wat ander soort vegetatie krijgt, ander soort bomen, ander soort planten. En dat is helemaal niet per se slecht. Dat is gewoon een kwestie van, ja, het land verandert. Tot slot, de heer De Groot. Ja. De natuur past zich aan. Meer bomen, wat minder dorre grond. De heer De Groot. Voorzitter, u houdt echt een verhaal over Europa en de interne markt waar de honden geen brood van lusten, waar in ieder geval de boeren helemaal niets aan hebben. En voor de rest veegt u de vloer aan met wetenschappelijke instituties. U veegt de vloer aan met uitspraken van een rechter. Alles wat u niet uitkomt, dat veegt u terzijde. En we leven wel in een rechtsstaat. En de hoogste rechter in dit land heeft gezegd, u moet de natuur beter gaan beschermen. En u doet dat af als een papieren werkelijkheid. Nee, wat die rechter heeft gezegd. Nee, maar is niet waar. Voorzitter, het is goed dat wij nu zien wat de heer Baudet allemaal terzijde schuift als het hem niet uitkomt. De heer Baudet. Ja, het klopt dat ik de vloer aanveeg met die instituties. Wat betreft de rechter, ik denk dat de rechter niet gezegd heeft dat wij de natuur beter moeten beschermen. De rechter heeft gezegd dat de pas, dat wil zeggen de wijze waarop wij omgingen met die stikstofvergunningen en zo, dat dat niet verenigbaar was met het Europese stelsel. En op zichzelf bestrijd ik dat ook niet. Ik denk alleen dat we een andere wijze van omgaan daarmee moeten hanteren, namelijk de Duitse. En inderdaad, het is onze taak, ook als Tweede Kamer, om kritisch te kijken naar uitspraken van rechters. En indien wenselijk, indien wij dat wenselijk achten, met moties of met besluiten te komen die daar weer een tegenmacht aan kunnen bieden. Dat is het hele idee van de machtsbalans, dat wij ook weer op onze beurt kunnen reageren op uitspraken van rechters en daar beleid op kunnen afstemmen. Ja, ik zie u twijfelen. Tot slot. Ja, heel kort, voorzitter. Lees het arrest nog even na en bereid u voor als u een debat gaat voeren. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter. Bij de laatste spreker toch een positief punt. Waar Forum voor Democratie de invloed van de mens op het klimaat ontkent, zegt de heer Baudet hier wel degelijk, oh ja, de mens beïnvloedt wel de natuur, want die kan veranderen. Bijvoorbeeld door overmatige ammoniakdeposities. Dus ja, dat lijkt me behalve niet dat, ik dus, dat, die erkenning, dat die erkenning er is. Mijn vraag gaat over of de heer Baudet zich realiseert dat die mooie natuur, waar hij vorige week nog een prachtige ode aan hield op deze plaats, dan in Nederland wel zo verandert dat we met heel veel brandnetels komen te zitten en grassen en berken en dat we soorten kwijtraken. En dat nou juist de diversiteit aan soorten wel belangrijk is voor het functioneren van ecosystemen en dat daar de discussie over gaat. De heer Baudet. Ja, in de eerste plaats, ik kwalificeer dus niet de situatie zoals die nu ontstaat als een overmatige stikstofdepositie. Precies dat normatieve oordeel, dat weerspreek ik. Er is inderdaad er zijn hogere waarden, dus 900 mol per hectare of zo. Dat gaat dan misschien naar 1000 toe of 1200. Maar ik zie dat niet als een probleem. Ik zie dat niet als iets wat slecht is voor de natuur. Maar ik denk wel dat het een effect heeft op de natuur. En wat betreft de diversiteit, het is inderdaad zo dat als we nu kijken naar de mate waarin daar de heidelandschappen zijn, en dat daar geven we een cijfer aan, en je krijgt dan meer berkenbossen, dan kun je zeggen, ja, de diversiteit neemt af. Omdat je meer berkenbos krijgt en minder heide. Dat is een kwestie, dat is gewoon een boekhoudkundige kwestie. Wat je ook kan zeggen, is dat bepaalde soorten dan wat minder voorkomen in Nederland. Maar gelukkig komen die dan weer heel erg veel voor in Duitsland of in andere landen. Dus het is niet een probleem. Het is niet, wat u continu doet, is alles wat verandert in de natuur en alles wat te maken heeft met een soort natuurlijke transformatie, de grond, dingen veranderen. Alles is een probleem, alles is overmatig, alles is ernstig, alles is. Maar dat is het helemaal niet. Er zijn geen bedreigde soorten die alleen maar in Nederland voorkomen en dan komen ze wat minder in Nederland voor en dan moeten we daar een reddingsprogramma voor opstellen of zo. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat om een aantal mossoorten, een aantal plantensoorten die
in andere plekken in de wereld ontzettend veel voorkomen en die dan straks misschien wat minder in Nederland voorkomen. En u bent bereid om gewoon onze hele economie, onze hele boerenstand, ons hele bouwsector, alles op te offeren voor dat, die obsessie die u heeft met dat behoud van Nederland, die precies die heidegronden zoals die ooit een keer zijn vastgelegd. Ja, en daar, nou komt een woordgrap, ook van mijn kant, daar pas ik voor. Mevrouw Ouwehand. Wauw, die hadden we nog nooit gehoord. Ik vind het ook wel een bijzondere ervaring om door Forum voor Democratie te worden verweten dat ik zou vasthouden aan een Nederland dat ooit was. Maar mijn vraag is, erkent de heer Baudet dan tenminste dat als het gaat om de soortenrijkdom, dat Nederland onderaan de lijstjes bungelt, dat we nog maar 15% van onze biodiversiteit over hebben die we 100 jaar geleden hadden. En dat ecosystemen echt kunnen kantelen, in een gevaarlijke zone kunnen raken als je die soortenrijkdom niet beschermt en een beetje een kans geeft om zich nog te ontwikkelen. Dus dat er wel degelijk een gevaar zit aan de verschraling van de natuur als we soortenrijkdom verliezen, ja, ten gunste van brandnetels en grassen bijvoorbeeld. Korte reactie. Ja, ik weerspreek dat dus. Ik geloof absoluut niet dat er dat we op de grens liggen van een ecologische ramp in Nederland. Daar ben ik absoluut totaal niet van overtuigd. Het gaat prima met onze natuur. De luchtkwaliteit is beter dan die in decennia geweest is. Al die doemscenario's, het dient een bepaalde agenda, maar het overtuigt totaal niet. Dank u wel.